het is elke keer weer een feestje om hier te zijn. Gewoon een hele entourage, het carré. Dat is, ja, als ik hier binnenkom, denk ik, ja, het is een soort warme jas die je aantrekt. En dat, ja, dat past. En daarom zijn we ook vrienden. Dat we dit theater gewoon een enorm warm hart toedragen. Voordat we vriend werden, kwamen we ook al in carré. En onze vrienden die al lid waren, of vriend waren van carré, die hebben ons eigenlijk een beetje warm gemaakt hiervoor. Zeiden, waarom word je ook geen vriend? Hartstikke leuk. En zo zijn we ook vriend geworden, ja. Nou, het grootste voordeel is eigenlijk niet dat je uitgenodigd wordt voor allerlei dingen, maar dat je betrokken bent bij carré. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. Dat je een soort van verbindenis voelt met dit theater. Ja. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. Als je vertelt bijvoorbeeld War Horse, dat vond ik een hele mooie voorstelling. En als je een hele mooie voorstelling ziet, dan ben je er ook zelf enthousiast over. Dus dan kun je er ook enthousiast over vertellen. En ja, dat maakt ook bij andere mensen wel wat los. Als je dat zeg echt, dit moet je gaan zien. Dit is zo mooi. Ik weet dat mijn vader, die uit Arnhem, die ging wel eens naar carré. Dus die is bijvoorbeeld in Snip en Snap, heeft hij hier wel gezien. Dus dat is, ja, dat is ook wel leuk dat je nu dan zo verbonden bent met dit theater. En mijn vader leeft niet meer. Dat je dan weet van, mijn vader die was hier vroeger ook. Dus ja,